Wat dus hopelijk ervoor gaat zorgen dat dit een winning combination gaat worden. Fiets en rijder, allebei in topvorm om een topprestatie neer te zetten. En dat, die dynamiek, ja, is wat mij ook wel heel erg trekt in het e-mountainbiken. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Jeroen van Eck, professioneel mountainbiker. En vandaag aflevering 2 van de serie Bike Check. In de eerste aflevering heb ik mijn Fully besproken. Heb je die video nog niet gezien? Check dan even hier of hier. Daar kun je een linkje vinden. Vandaag dus hoofdstuk 2, de e-bike. In dit geval de American Eagle. En dan gaan jullie niet langer in spanning houden, want hier is die. Mijn World Cup e-mountainbike wedstrijdfiets. Wat is dat nou, dat World Cup e-mountainbike? Allereerst daarover heel even wat informatie. De UCI heeft vanaf vorig jaar een nieuwe wedstrijdcyclus in het leven geroepen. De World Cup e-mountainbike. Dat zijn wedstrijden van 60 minuten op een e-mountainbike. Je raadt het of niet. Maar er zitten wel een aantal restricties aan. Dat betekent maximaal 25 km per uur. En op wedstrijdlocatie wordt de software bekeken, wordt de wielomtrek gemeten. Kijken ze of die correspondeert met de software. En qua accu en dergelijke ben je volledig vrij. Het enige is wel dat de motor maximaal 250 watt nominaal mag leveren. In die zin is de American Eagle E-Eagle dus niet heel veel anders dan een consumentenfiets. Die is ook op 25 begrensd, net zoals die van mij. Alleen het toffe is, in de samenwerking met Bafang kan ik wel de motorkarakteristieken in de software wat aanpassen. Dus ik kan bijvoorbeeld ervoor kiezen om het piekvermogen al direct in het begin te laten komen. Of juist wat in de hogere snelheden vol erin te laten komen. Dat is een hele toffe samenwerking die zowel met het team, maar ook met Bafang tot stand is gekomen. Wat dus hopelijk ervoor gaat zorgen dat dit een winning combination gaat worden. Nou, best wel een uitdaging. Het toffe van het e-bike is namelijk dat je als atleet nog altijd jezelfde vermogen levert. Maar dat je er dus 250 watt in principe bij krijgt. Dat betekent voor mij dat het alleen maar sneller gaat. Tegelijkertijd, je ziet het al een beetje, ik heb meer voorjaarweg voor en achter. Wat betekent dat de fiets meer aan kan. De rijder moet dus technisch daar ook toe in staat zijn. Maar dat betekent dat de organisaties de wedstrijden technisch ook lastiger maken. Steiler omhoog, met meer obstakels, maar vooral ook technischer naar beneden. Voor mij is e-bike dan ook echt een win-win. Het gaat sneller en het is technischer. En fysiek moet ik nog steeds tot het gaatje gaan. Kijken we specifiek naar de American E-Eagle. Dan zien we dat het frame volledig is opgetrokken uit carbon. En dat we in de eerste plaats het hart van de fiets een Bafangmotor is. De M500 met 95 Nm koppel. Deze haalt zijn energie weg uit de accu die onderin het frame erin te klikken is. In dit geval zit er een 450 wattuur accu in, maar deze kan ik nog uitbreiden naar een 600 wattuur. Dat vermogen komt allemaal uiteindelijk hier in de aandrijflijn uit. En misschien wel een van de meest belangrijke zaken om dat goed te coördineren is de ketting. Nou, gelukkig hebben wij de kans om met KMC samen te werken. En die hebben een e-bike specifieke ketting ontwikkeld. Die is dus, als je kijkt naar de schakeltjes, net iets dikker en robuuster dan een normale e-bike of een normale ketting. Op het frame zit verder gemonteerd de Tax bidonhouders. In dit geval met een rechter uitgang, zodat je makkelijk de bidon uit het frame kan halen. In dit geval rijd ik met een 1x12 aandrijving. Met een SRAM 1050 achtercassette. En een AXS schakelsysteem. De AXS XX1 Eagle. Dat betekent dat die volledig draadloos is. Ik heb dus de shifter voor op het stuur. En elektronisch wordt de achterderieur aangesproken. Nou, dat alles komt uiteindelijk op de grond. Middels DT Suisse wielen. In dit geval zijn het aluminium velgen. Maar voor mijn wedstrijden gaan we straks met carbon velgen rijden. De remmen zijn van Magura. Omdat die fiets best een stukje zwaarder is. Hij weegt, zoals die hier staat, 20 kilo.
moet het ook tot stoppen worden gebracht. En dat doen we met Magura remmen met 4 pistons. Dus dat zijn dubbele zuigers en MBS aan iedere kant. Met 4, of in dit geval 4 remblokken erin. 2 op links, 2 op rechts. Dat stopt wel. Met 203 mm grote voor- en achterschijven. Dat is ook echt wel nodig. Met 160 kom je er gewoon niet. Er gaat gewoon te veel gewicht naar beneden. En dat moet wel tot stoppen worden gebracht. Kijken we verder naar de componenten die erop zitten. Dan maken we gebruik van FSA, stuurpen en stuur. En in een e-mountainbike wordt eigenlijk bijna altijd met een dropper gereden. In dit geval een KS Lev. Ik rij met 100 mm. Voor de e-bike zou ik ervoor kunnen kiezen om iets meer reach te pakken. 125 of 150 mm. Maar ik wil ook nog graag op het moment dat het moet. En de dropper is naar beneden. Of het zadel is naar beneden. En ik moet nog fietsen. Door die 10 centimeter kan ik nog wel mijn benen ronddraaien. En op het moment dat dat 125 of 150 wordt, dan wordt dat gewoon, krijg je een hele ongemakkelijke hoek. Dus wat dat betreft is voor mij 100 meer dan genoeg. Ik zit op mijn Selle Italia zadel. Ik maak gebruik van Easy Grips. De banden zijn voorzien van Oco Tire Sealant. Dat op het moment dat ik een keer een gaatje of lek rijden, dan wordt dat gedicht door de latex melk die erin zit. En op het achterwiel, omdat die nog best wel wat klappen opvangt, gebruik ik een tire noodle van Pepe's Tire Noodles. Dat is eigenlijk een soort van fome. Ja. Vroeger in het zwembad had je van die fome lange slierten waar je elkaar mee flink voor de flikken kon slaan. Die hebben ze nu vervormd, in ieder geval zodanig dat die mooi in de band en om de velg past. Dat zorgt ervoor dat het stootlek wordt tegengegaan. Het is wel iets zwaarder, maar wel iets meer protectie. En dat is voor zo'n e-bike eigenlijk wel, wel prettig. Verder, vork en demper van DT Suisse. Allebei 150 mm. Geeft net iets meer body, net iets meer veerweg. Ik voel dan ook al gauw als je op die fiets rijdt. Dan heb je echt het idee, oké, ik kan gewoon alles aan. Maakt niet uit wat ik tegenkom, omhoog of naar beneden. Die fiets die overleeft dat wel. Verder, mis ik dan nog onderdelen? Volgens mij zijn we een heel eind. Ja, de remote die we gebruiken. DT Suisse, in 3 standen te verstellen. Trail is de middelste stand. Dan dempt hij zowel de vork als de achterdemper een beetje. Je kunt hem volledig open rijden. Ja, dan is echt fantastisch. Dan heb je zoveel grip met die fiets. En als je dan ook nog zorgt dat je de motor laat werken, waardoor je tractie houdt op het achterwiel, dan kun je zo verschrikkelijk hard door de bochten heen. En je hebt een volledig gelokte stand. Nou, die gebruik je op de e-bike waarschijnlijk alleen op echt op hele vlakke stukken waar asfalt ligt. Om ervoor te zorgen dat de tractie en de overbrengen van de kracht optimaal is. De dropper, ook met een remote op het stuur. En alle interne kabels zijn van Elvedis. Verder denk ik dat we er daarmee zijn. Nou, er komt nog veel meer content online. Ook over het e-biken, de ervaring van de fiets. Ik ga nog een vergelijk doen tussen de e-mountainbike en een fully op verschillende parcoursen. Dus blijf zeker mijn kanaal in de gaten houden. Even een duimpje omhoog voor de video vandaag. En even abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dat is volledig gratis, want er komt dus nog veel meer mountainbike content aan. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video.